ben ongeveer 10 minuten, een kwartiertje bezig om op een uitgebreide, laagdrempelige manier de vraag-app uit te leggen aan mijn cliënten. Ik introduceer de vraag-app aan de hand van informatiefilmpjes en aan de hand van hoe de vraag-app eruit ziet die ik op mijn telefoon heb staan. Vraag ik of dat de cliënt een abonnement wil op de vraag-app. En zodra zij akkoord zijn daarop, voer ik hun telefoonnummer in en zorg ik dat ze lid kunnen worden en vanaf dat moment vragen kunnen stellen. Als we samen de app hebben geïnstalleerd, draaien we ook een proefronde. Samen verzinnen we een vraag en gaan we dat als eerste introductie doen. Zodat ze na die introductie in ieder geval het zelfvertrouwen hebben om het in het vervolg op te pakken. Wanneer ik vragen krijg over een post, bijvoorbeeld over WhatsApp, dan geef ik als eerste reactie, goh, heb je de vraag-app al gebruikt? En dan stimuleer ik ze eigenlijk op die manier om er toch gebruik van te maken. Via WhatsApp kreeg ik regelmatig ook wat kleinere vragen vanuit mijn cliënten. Door het gebruik van de vraag-app zie ik bij sommige cliënten wel minder frequente WhatsApp-berichten. Ik vind het prettig dat zij mij daarover minder berichten sturen. Dat komt omdat ik me dan meer kan focussen op de grotere vragen die er op dat moment binnen mijn caseload spelen.